Hallo, welkom bij Draadje Los, bij Draadje Door de Week, aflevering 143. Voor de nieuwe abonnees even, of mensen die toevallig voorbij komen fietsen. In Draadje Door de Week vertel ik altijd waar ik de afgelopen week mee bezig ben geweest. Als ik aanwinsten heb, dan laat ik die altijd even zien. Een vast onderdeel van Draadje Door de Week is Draadje Gaat Vintage. En daar ben ik dus nu iets van aan het uithalen, maar daarover straks meer. Ik draadje gaat vintage. Dan kies ik altijd een patroon uit een heel oud boek of een oud tijdschrift. En dan ga ik dat maken. Het zij precies zoals het er staat, ofwel met mijn eigen draai eraan. En waarom ik dit aan het uithalen ben, vertel ik zo. En een ander vast onderdeel van draadje door de week is de tip van de week. Dat kan van alles zijn. Een leuk artikel wat ik heb gelezen, of iets wat ik heb uitgeprobeerd, een tentoonstelling. Kan van alles en nog wat zijn, soms ook een techniekje. En dit keer is het de tip voor een patroon. En aan het eind van elke uitzending kondig ik altijd aan wat er de komende week nog meer op mijn kanaal te zien is. Want behalve draadje door de week op de zaterdagavond met chat, upload ik ook op de dinsdagen en donderdagen video's. En dat zijn meestal tutorials. Soms een serie of een tutorial die uit meerdere delen bestaat. Soms ook iets heel kleins. En dat kunnen van allerlei technieken zijn. Haken, breien, knopen, weven, noem het allemaal maar op. Ook technieken die wat minder bekend zijn. En die video's die verschijnen altijd op de dinsdag en donderdag, 's morgens om 9 uur. Ik heb er vaste tijden voor, dat is duidelijk en helder. Zodat je dat ook makkelijk kunt onthouden of terugvinden. Laten we maar beginnen, zou ik zeggen. Ik ben niet met zo heel erg veel verschillende dingen bezig geweest. Want afgelopen dinsdag kwam Miranda op visite. Dat is heel gezellig. Oh, ik had dit kunnen laten zitten. Nou ja, jammer dan. Dat was heel gezellig. Miranda kwam op visite en we zijn samen live gegaan op haar kanaal. En dat was ontzettend leuk. Maar dat is toch weer een dagje minder. En gisteravond, op het moment dat ik dit opneem, nu is het vrijdag. En gisteravond hadden wij een etentje van een jubilerende collega, dus, en dat was meteen uit het werk vandaan door naar die gelegenheid. Het was trouwens ontzettend gezellig, heerlijk gegeten, was een ontzettend leuk feestje. Dus gisteravond heb ik ook niet echt wat kunnen doen, want toen ik thuis kwam was ik eigenlijk zo moe. Toen heb ik nog lekker even een aflevering van Midsummer Murders gekeken voordat ik ging slapen. Maar goed, ik heb wel wat gedaan hoor. De mensen die mij al langer volgen weten dat ik Catrienne volg. Dat is een Brits YouTube kanaal en zij doet van alles en nog wat. Met name van alles met lapjes en steekjes en dan vooral ook slow stitching en ook de wat minder bekende technieken. En zij heeft een serie die het hele jaar duurt. Elke week een lapje met een techniek of een thema of iets uit een andere cultuur. Dat is van alles en nog wat. En dan kun je aan meedoen en ik doe daar aan mee, vind ik heel leuk. Maar ik was een beetje achtergeraakt. Dus dat heb ik deze week zitten inhalen. Vorige keer hebben jullie al een stukje kunnen zien van dat lapje. En die is nu af. En dat is dit geworden. Ik vind hem zelf heel geslaagd. Dit is eigenlijk een interpretatie van Kanta borduurwerk uit India. En elke streek heeft een beetje zijn eigen motieven en kleuren en steken. Maar ze had een aantal steken laten doen. En ging daarna ook iets maken wat een beetje geïnspireerd was door de cultuur en die techniek. En ik heb daar ik heb een tekeningetje gemaakt. En dat borduurwerk was vorige keer al aardig gevorderd. En van de week heb ik er dus een lapje dik flanel achter gezet. Want het moet nog eromheen doorgepit. En het grappige is, het ging een beetje, het gaat natuurlijk altijd een beetje in elkaar zitten door dat vaste borduurwerk. En zodra ik het ging doorpitten, de achtergrond, werd het heel mooi vlak en stevig. Ik vind hem zelf heel geslaagd. Ik vind hem heel leuk. Als ik denk aan
werk uit India, dan denk ik vaak inderdaad aan felle kleuren, met name roze en rood gecombineerd. En paisley motieven, dus die heb ik erin willen verwerken. Het thema daarna, dat vond ik ook wel leuk. Wrinkle embroidery. Als je het letterlijk vertaalt, kreukelborduurwerk. Je neemt een lapje wat goed kreukt, bijvoorbeeld linnen. Ik heb ook een lapje linnen genomen. En dan ga je steekjes maken over een aantal van die kreukels, waardoor je een soort van, ja, toevallig ontstaand patroon krijgt. En dat kan je met allerlei steken doen. Ik heb gekozen voor rijgsteek. En dat is dit geworden. Ik vond hem heel leuk. Gewoon een aantal. Ik heb rijgsteek, maar heen en weer terug. Zodat het wel doorlopende lijntjes zijn. Nou, en de bedoeling was, dat deed zij wel, hier en daar vlakjes nog vullen met andere steekjes. Maar ik had dit gedaan en toen zat ik zo eens te kijken van waar ga ik het dan opvullen? En met welke steken dan? En met welke kleuren dan? En toen dacht ik, ik vind dat eigenlijk heel zonde, want ik vind hem eigenlijk wel mooi zo. Ik laat hem zo. Dus ik heb hem zo gelaten. Ik vond dat wel heel leuk. Ik vond hem mooi genoeg zo. En dat vind ik dus het leuke van dat zo'n hele jaar en elke week, dat je echt totaal verschillende lapjes krijgt. Ik vind dat echt heel leuk. En van afgelopen maandag was het thema plooien. Nou, zij maakte gewoon allemaal rechte plooien en ging hier en daar nog steekjes doen. En ik dacht, als ik nou eens een ruitlapje neem en ik ga dat in verschillende richtingen doorrijgen, kijken wat er dan gebeurt als ik die draden aantrek. Ik wilde daar wel een soort regelmaat in. En hier en daar ook een stukje overgeslagen, dat zijn die bubbeltjes. En dit is het geworden. Ik zal het even van heel dichtbij laten zien. Je ziet hier die plooitjes helemaal in elkaar. En ik heb die draadjes ook afgeknoopt. Normaal doe je dat aan de achterkant. Maar ik vond dat juist leuk om dat aan de voorkant te doen. Dat je juist dat kleine beetje rood erin hebt zitten. Ik moet hem nog even op maat knippen, want hij is een beetje te groot. Maar ook hier, dit is niet meer geschikt om hier nog iets op te borduren. En dat vond ik ook helemaal niet nodig. Ik dacht, ik laat het bij die plooitjes in al die richtingen. Gewoon eens kijken wat er nou gebeurt. Dit is vrij stevig in elkaar getrokken. Waardoor je gewoon, ja, een gek structuurtje krijgt. Ik vond hem wel grappig. Nou, ik ben dus nu weer helemaal bij. Nou, ik zeg het al, ik moet hem even ietsje kleiner knippen, want hij is ietsje aan de grote kant. En misschien dat ik het nog even op een ondergrond naai en dat ik het hier en daar met een steekje onzichtbaar vastzet. Zodat het iets meer body heeft aan de kanten ook. En dan kan ik hem ook een beetje in een soort richting vastzetten, zodat hij wat meer vierkant wordt. Dat dit wat minder uitwijkt en dat hij echt een beetje in vierkant model even vastgezet wordt. Heel, ja, een beetje rommelig en toch zit er wel regelmaat in. Het is niet mijn favoriete lapje, maar wel leuk om dat zo eens te doen. Gewoon om eens uit te proberen. Dus ik ben weer helemaal bij en ik ben benieuwd naar het lapje voor de komende maandag. Daar moet ik nog eventjes op wachten. Nou, verder ben ik bezig met het filmen van een tutorial. Ik was van plan om dat eventueel op school te doen, maar ik weet nog niet zeker of ik dat ga doen. Want ik weet niet of het misschien te moeilijk is. Dat moet ik eventjes. Ik kan het natuurlijk gewoon uitproberen, maar ik dacht, ik zet de camera erop. Ik ga dat ook filmen. Dit was het eerste exemplaar dat ik heb gemaakt. Maar ik vond dit een beetje slapjes. En dus ik heb besloten om hier tussen ook te gaan knopen met twee draadjes. En het zit nog op mijn matje. Ik ben er nog niet helemaal mee klaar. Hier zit hij al vast. En deze ben ik mee bezig. Ik heb gewoon een prikmatje genomen, wat voor kinderen verkocht wordt. En daar heb ik wat anti-slip onder gelijmd, zodat het niet kan schuiven. En met spelden zet ik het werkje dan even hier en daar vast, zodat ik dat makkelijk kan knopen, dat het een beetje in model zit. Dus dit gaan jullie binnenkort zien op mijn kanaal, hoe ik deze ster, heb geknoopt. Ik heb dat gedaan van het durabel macramé, heet het. 80 meter op 100 gram. En het is katoen.
En het is heel stevig getwijnd. Het zijn verschillende. Ik zal even een stukje loshalen. Het bestaat uit drie getwijnde draadjes. Die ook weer in elkaar getwijnd zijn. En het zijn, als je dat dan weer uit elkaar haalt, dan heb je dus per deeldraadje drie getwiste draadjes. Ik had dat spul gekocht in verschillende kleuren voor school. En dus daarom gebruik ik dit ook. Ik had even een bolletje meegenomen om een voorbeeldje te maken. Ik heb dat in allerlei kleurtjes liggen op school. Maar je kunt dit ook van allerlei ander materiaal maken. Als er maar materiaal is waar niet al te veel rek in zit. Dus katoen of touw. Hier heb ik gewoon een bolletje goedkoop bindtouw. Je kan zelfs kunststof touw, misschien Scooby-Doo draadjes als je die nog hebt liggen, zou ook nog kunnen. Kunstraffia, je kan van alles en nog wat ervoor gebruiken. Maar goed, dit heb ik op school, dus vandaar dat ik dit ook gebruik als voorbeeldje. Maar je kan er van alles voor gebruiken. Ook gewoon haakkatoen, dan wordt het kleiner natuurlijk. Maar goed, daar vertel ik in de tutorial natuurlijk meer over. Dus ja, dat is onderweg. Ik moet deze kantjes nog aan elkaar knopen. En ik denk dat ik hem wel een beetje afwerk, zoals hier. Hier had ik meerdere knoopjes, maar ik denk dat ik het hier bij een klein knoopje laat. En dan nog een grote knoop waarbij je alles samen knoopt. En dit even met een kammetje, zodat je van die pluisjes krijgt. Dan heb je op een hele eenvoudige, snelle manier, want het is vrij snel klaar, heb je toch een leuk dingetje om bijvoorbeeld in de boom te hangen. Of... En het is misschien leuk als je het dan van wat dunner materiaal doet, dat het wat kleiner wordt. Om voedersier aan een cadeautje te hangen, dat is natuurlijk ook heel leuk. Ja, vanmorgen, want dat lag al een poosje stil, heb ik toch weer even mijn sokken erbij gepakt. Zitten in mijn sokkentas. Ik brei altijd twee sokken tegelijk. Dat wil zeggen, ik verdeel zo'n bol sokkengaren altijd over twee bolletjes. En dan brei ik dus eerst bij de boordjes. Met deze ben ik nu met het been bezig. Dan ga ik hier het been doen. En dan ga ik bij de ene sok de hiel en bij de andere de hiel. Zo gaan ze gelijk op. En dan heb je in één keer een heel paar. Het voordeel is dat je dan vaak nog per onderdeel van je sok nog weet wat je gedaan hebt. Hoeveel toeren bijvoorbeeld, hoef je dat niet op te schrijven. En je hebt meteen twee sokken klaar, waardoor je niet... last kunt krijgen van het second sock syndroom. Oftewel het tweede sock syndroom. He, dat als je één sok klaar hebt, dat je de tweede nog moet en daar eigenlijk geen zin meer in hebt. maar ik vind het grootste voordeel eigenlijk dat je gewoon precies weet van, oh ja, ik heb zoveel toeren boord gebreid. Nou, als ik dan meteen het tweede boordje breid, dan weet je nog hoeveel toeren dat was. Dat is gewoon handig. Het is garen met... het is heel grappig garen. Ik heb dat in de vakantie gekocht van de zomer. Bedrukt, dus zwart met grijs in één draadje. En hier en daar zit er een stukje kleur in. En zodra ik een stukje kleur tegenkom, dan brei ik dat eerst. En als ik dan de toer daarna ga breien, zodra ik dan gekleurde lusjes tegenkom, brei ik die steken afrecht. Waardoor alles wat kleur heeft, eigenlijk bovenop je werk ligt. Hier overlapte die toer een stukje. Ik zal het er even afhalen, want ik had inmiddels ook een blauwe toer. Nou, nog een toertje of 10 en dan heb ik dit been ook klaar. Dan kan ik het andere gaan doen. Ik brei mijn sokken altijd op sokkennaalden. Dat vind ik prettiger dan een rondbreinaald. En ik brei ze zelf altijd op 2,25. Dan worden ze lekker stevig. En dan, ja, met een beetje goede sokkenwol zijn ze ook onverwoestbaar. Ik heb een hele la vol met zelfgebreide sokken. Ik draag eigenlijk alleen maar zelfgebreide sokken. Die draag ik gewoon dagelijks. Ik draag ze ook gewoon in mijn schoenen. Worden dus intensief gebruikt. En sommige sokken heb ik echt al meer dan 10 jaar. Ze zijn echt onverwoestbaar. Nou heb ik wel heel veel paren zelfgebreide sokken. Dus ja, je draagt ook elke keer andere. Dan gaan ze natuurlijk ook langer mee. Oh ja, nu ik dit zo dicht zit te schuiven. Ik krijg heel vaak vragen over die kokertjes. Waar of ik die gekocht heb. En ik moet altijd mensen teleurstellen. Want veel mensen willen die kokertjes ook hebben.
En ja, dan moet ik je teleurstellen. Ik heb ze heel lang geleden, dat moet zeker al een 10 jaar geleden zijn, heb ik ze ooit eens op een beurs gekocht. Het is van katoen, of van karton. En hier zitten dus gleufjes in, waardoor je sok er inderdaad uitsteekt. Of je handschoen, wat je aan het maken bent. En het is een set met twee met zo'n gleufje erin en een dichte waar je naalden in kunt bewaren. En ik heb zo'n setje heb ik ooit eens op een beurs gekocht. Toen wilde ik nog een setje bij en destijds, maar dat is dus heel lang geleden, had Walhalla ze ook in het assortiment. En daarna heb ik ze nooit meer ergens kunnen vinden. Dus maar ja, mensen sturen wel eens messengerberichtjes of mailen me wel eens met die vraag. En helaas, ik weet ook niet meer, ik weet niet waar ze verkrijgbaar zijn. Ik heb ook, ben ook even aan het zoeken geweest, maar ik kon ze ook niet meer vinden. Mocht iemand ze nou vinden, of wel weten waar ze verkrijgbaar zijn, laat het dan even weten in een reactie, want er is gewoon heel veel vraag naar. En mocht er professionals kijken met een bedrijf die spullen verkoopt, breiartikelen, verkopers, mocht je ze ergens vinden bij een groothandel, neem ze in je assortiment, maak er goed reclame voor, want er is best veel vraag naar, heb ik de indruk. Dus bij deze. Je kunt ook zelf een etuietje maken. Ik heb dat ook wel eens laten zien, maar dat was volgens mij in een draadje. Misschien dat ik wel een keer een aparte tutorial opneem van hoe je op een eenvoudige manier iets kunt maken waar je ook breiwerk uit kunt laten steken. Ik heb het van patchwork gedaan, dat was best wel veel werk. En dit zijn mijn bewaarmapjes voor mijn sokkennaalden. Ik heb al sokkennaalden van 20 centimeter. En die heb ik per dikte of diktegroep heb ik ze in zo'n mapje zitten. Ieder zijn eigen kleur. Hier zit 2,25 in. Twee sets voor mijn sokken. Ik heb ook een mapje met 3, maar er zit zowel 3,25 als 3,5 in. Als 3. En die heb ik gewoon allemaal bij elkaar. Maar mijn sokkennaalden, 2,25, die heb ik dus in een apart mapje. Dan kan ik ze zo pakken. En dit zit met twee drukkertjes dicht. Die zo dicht zitten dat je naalden er niet uit kunnen vallen. Maar wel zo ver uit elkaar dat ik hier ook een breiwerkje in zou kunnen opbergen. En dat dit zo uitsteekt. Mocht er behoefte zijn aan een tutorial voor zo'n naaldenmapje, zo'n sokkenmapje, laat het even weten in een reactie, want dan ga ik dat gewoon een keertje maken. Doe ik het niet uitgebreid met patchwork, maar dan laat ik even zien wat voor maten, hoe groot knip je je lapje, hoe zit het in elkaar genaaid. Dan laat ik dat een keer zien in een tutorial. Dus mocht je dat willen weten, laat het even weten. Ja? Maar dit kan dus ook, en het voldoet ook, met drukkertjes en dan steekt hij je breiwerkje uit. Kan ook. Misschien eigenlijk wel leuk als je een leuk lapje hebt liggen. Maar goed, zo even hè, tussendoor. Ik heb bijna altijd wel een paar sokken op de naald staan. En soms breidt er heel veel aan. Maar het is meestal voor, weet je, ik ben met het ene wat grotere project klaar. En ik weet nog niet waar ik dan mee wil starten met iets nieuws. En dan overbrug ik dat vaak door even een paar toertjes sok te breien. Of als ik bijvoorbeeld een film zitten kijken, want ik kan redelijk breien zonder te kijken als het gewoon recht toe recht aan is, zoals dit. Dat ik ook ondertiteling moet kunnen lezen. Dan wil ik ook nog wel eens een sok pakken als ik mijn handen wil laten wapperen ondertussen. Dus ja, dat komt al aardig vorm in, begint er te komen. Ik vind ze wel leuk worden. En inderdaad, dat averechten met die lusjes, dat ga ik niet onder mijn voet doen en in de hiel, maar wel op de bovenvoet, denk ik. Ik vind dat ribbeltje wel grappig. Doe ik niet onder mijn voet, want dat ga je waarschijnlijk voelen. Dus dat doen we niet. Dus daar heb ik vanmorgen nog even aan zitten breien. Ja, dat was waar ik mee bezig was geweest. Nou, aanwinsten ben ik heel kort over. Die heb ik niet deze keer. Ik probeer zo min mogelijk te kopen. Ik wil zoveel mogelijk dingen doen met dingen die ik in huis heb. Of dingen hergebruiken. Maar ja, soms krijg ik wel eens wat. En dat is dan natuurlijk ook een aanwinst. Dat laat ik dan natuurlijk zien. Maar dat had ik deze week niet. Maar ik heb wel, dat is dan geen aanwinst voor mezelf. Maar wel voor iemand anders. Want
Op het moment dat wij hier lekker zitten te chatten met elkaar en te kijken met elkaar, vandaag is Vonne jarig. En nou, dat zal, hè, als je ook Vonne volgt of Miranda volgt, dan zal je dat niet ontgaan zijn. En ik had een gekkigheidje voor haar gemaakt en dat is opgestuurd. Als het goed is, moet ze dat al hebben uitgepakt. Dus vandaar dat ik het jullie wel even kan laten zien. Het was gewoon een grapje en dat gaan jullie dus nu zien. Nou, op het moment dat deze video online komt, is Vonne jarig en ik heb een grap cadeautje voor haar gemaakt. Als ik werk met garen met van die bolletjes, dan zit daar altijd zo'n mooi rond etiketje in. En die zijn zo mooi rond, ik kan ze niet wegdoen. En toen dacht ik, als ik die nou eens borduur op een boekenlegger, in plaats van spiegeltjes. En dan met een grapje kaartje erbij. Ze zal het inmiddels hebben uitgepakt, daarom kan ik het ook gewoon laten zien nu. En mocht ze het nog niet hebben uitgepakt, dan kijkt ze nu toch niet, want dan is ze de verjaardag aan het vieren. Dus vandaar, ik denk, ik zet even de camera erop. Een grapje, gewoon omdat het kan. En ja, ik denk, als een met duct tape aan de muur geplakte banaan miljoenen kan opleveren, Vonne, wie weet heb jij in de toekomst wel goud in handen. Maar goed, een grapje dus. Ja, nou, ik neem aan dat ze het inmiddels heeft uitgepakt. En anders, ja, dan is het geen verrassing meer. Het maakt het niet uit, het is maar een geintje. Draadje gaat vintage. Jullie zagen me net al wat uithalen en ik zal zo vertellen waarom. Eerst even, wat ben ik aan het maken? Het komt uit het maandblad voor handwerken uit 1947. En ik heb die ingebonden jaargang gekocht op het handwerkfestijn. En dat zijn deze gehaakte slaapsokken, tunisch gehaakt. Nou, ik vertelde vorige keer al, hè. Er staat dat je alles bij elkaar moet trekken voor de teen. Maar hier hebben ze verkorte toeren gebruikt en dat vind ik veel mooier. Dus dat heb ik ook gedaan. De bedoeling is dat dit ergens binnenkort een tutorial gaat worden. Want het is op zich eigenlijk een eenvoudig patroontje wat aan alle maten aangepast kan worden. En ik was inmiddels bij het been en dat moet met de bobbelsteek. Vorige week heb ik dat laten zien in mijn draadje als tip. Even zo hoe die steek gaat. Dat mocht je er vast mee aan de gang willen, kan dat. Maar in de tutorial zal ik dat waarschijnlijk ook laten zien. Maar dan met effen garen even. Want dat gekleurde garen is lastig te zien wat je moet doen. En dat is ook een van de redenen waarom ik het nu aan het uithalen ben. Want ik had al die heb uitgehaald inmiddels. Ik had al die bubbeltjes gehaakt. En met al die kleurtjes zie je dat effect bijna niet. Bovendien merkte ik toch dat bij die bubbeltjes dat daar toch een beetje dat je het toch er doorheen kon doen. Ik vraag me af of die bubbeltjes wel goed op hun plek blijven zitten. Maar met name doordat dit, hier zitten heel veel kleurtjes in. En dan heb ik ook nog een dubbele draad, waardoor je dus ook nog twee kleurtjes in één steek hebt. Dat ik dacht, ja, je ziet dat effect bijna niet. Dus ik ga dit gewoon glad afhaken met de gewone tunische steek. Ik heb hier eerst een gaatjesrandje. Nou, dan zeggen ze in het patroon dat je dan stokjes met losse ertussen moet haken. Maar dat kan niet, want dan kan je niet meer tunisch verder, want dan heb je maar één lus op je naald. Dus ik heb daar ook een manier op gevonden om dat op te lossen, zodat je gewoon tunisch kunt blijven haken. Maar dit gaatjesrandje, daar moet dus straks een koordje doorheen, waarmee je ze dus eventueel dicht kunt knopen als je dat wil. Ik denk dat het op zich wel blijft zitten. Dit is een vrij kleine maat. Ze worden voor Silke, mijn dochter. Die heeft ook vrij kleine voeten, net als ik. Dat is altijd wel fijn, ben je gauw klaar. En gewoon lekker voor, hè, van die huissokkies. Dat is gewoon lekker warm. En ze wilde ze wel graag hebben. En ja, vooral iets wat goed blijft zitten. Dat dat niet afzakt en zo. En dus vandaar. Misschien dat ik er nog iets van anti-slip onder ga doen. Ik heb nog van dat latex spul liggen. Zodat ze er ook in huis op de gladde vloer ook even op kan lopen. Zonder uit te glijden. En ja. Ik ga hem dus nu het been gewoon
met de gewone Tunische steek ga ik hem haken. Ik vind dat voor dat drukke garen vind ik dat mooi genoeg. En ja, dat effect valt helemaal in het niet met die kleurtjes. Dus dat gaan we niet doen. Nou, ik maak even mijn toer af met ophalen. Ik heb hier een Mitpro Tunische haaknaald met een stoppertje erop. En je kan hier ook een kabel aanmaken, maar dat heb ik niet nodig. Het is niet zo veel steken dat het er niet op past. En het voordeel is dat dat systeem van Mitpro voor de breinaalden hetzelfde is als voor de haaknaalden. Dus ik heb verschillende kabeltjes van Mitpro. Ik heb breinaaldpunten van Mitpro. En ik heb dus ook wat van die haaknaalden van Mitpro. En dat is dus allemaal uitwisselbaar. Dat is wel heel handig. Dus, nou, volgende week zal deze eerste slof wel klaar zijn, denk ik. En het is gewoon van boven dicht genaaid. Maar dit gaat dus een keer een tutorial worden. Oh, overigens, ik had het net over anti-slip over die sokken, hè. Afgelopen, was het nou dinsdag? Ja, dinsdag. Had ik dat haak op anti-slipmat, die multimap omslag. En daar werd erg enthousiast op gereageerd. Leuk dat jullie het zo leuk vinden. Maar wat mij opviel, dat vond ik zo grappig. De een na de ander heel veel reacties met waar mensen allemaal van dat anti-slipspul voor gebruiken. In keukenlades, dat is bekend. Om een pot open te draaien, dan heb je meer grip. Nou, allerlei toepassingen voor anti-slip. Dus ik krijg daardoor ook wel de indruk dat volgens mij ook bijna iedereen ook wel van dat spul in huis heeft. Ik vond dat wel grappig om te zien. Was wel leuk. Ja, dus het vintage project. Volgende week zal deze slof klaar zijn. En dan heb ik misschien de tweede al gestart. Dat weet ik nog niet. Ja, het is ook leuk om zoiets in maatje baby te doen. Dan kan je het gewoon met wat dunnere wol. Is ook wel leuk. Als babyslofje. En dan kan je inderdaad aan zo'n koordje pomponnetje maken. In feite kan je dit in alle maten maken. Het is heel eenvoudig. Ja, de tip van de week. En dat is dit keer een patroon. Afgelopen dinsdag was Miranda gezellig bij mij op visite. Nou, dat had ik al verteld. We gingen samen live en dan ben ik ook in beeld. Want normaal ben ik nooit in beeld. Maar toen natuurlijk wel. En er waren een paar mensen die zeiden dat ik zo'n leuk vestje aan had. En het is inderdaad een heel lekker vestje. Ik heb dat gemaakt met korte mouwen. Maar je kan er ook mouwen aan breien als je dat wil. Maar dat was een heel eenvoudig patroon. En ik had dat van Ravelry. En ik had beloofd, ik heb het meteen opgeschreven, dat ik even zou laten zien welk patroon dat was. Het zijn twee varianten. En ik heb hem even opgezocht. Ik heb het van Ravelry. Ik heb dat even uitgeprint. Even kijken, deze vind ik ook leuk trouwens. Ik zal even... In deze map zitten dingen die ik bij de hand wil houden, omdat ik het ofwel wil doen, vaker nodig heb. En ja, zodat ik niet zo hoef te zoeken. En deze zit nog steeds op mijn lijstje dat ik die eens een keer wil maken. Vind ik zo grappig. Patroon van Hobby. Kaleidoscoop top. Is gratis. Deze vind ik heel leuk. Maar... En ik weet nog steeds niet of ik die ga maken. Zoiets vind ik wel leuk om een keer als tutorial te doen. Miss Marple shawl. Even kijken hoor. Ja, dit zijn ze. Ik kan natuurlijk niet te veel laten zien. Het is weliswaar een gratis patroon. Maar... Dat wil niet zeggen dat ik dan ook patroongegevens mag laten zien. Het heet de Easy Poso Cardigan Sweater. En het is een modelletje met korte mouwen. En ze heeft twee varianten. Dit is de eerste. En dit is de tweede. Die heet ook Easy Poso Cardigan Sweater 2. De een is helemaal recht in ribbeltjes gebreid. Volgens mij de andere in tricotsteek. Maar is ook in verschillende garendiktes. Deze is in naald 4 gebreid. En deze is op naald 5 gebreid.
En het is een hesje met korte mouwen. Met een reglen met gaatjes. Dat geeft een leuk lijntje. En afgezet met, volgens mij breid je dat boordje ook meteen mee. Het is een heel eenvoudig patroon. Het is wel in het Engels. Dus je moet wel even zoeken naar de Engelse breitermen als die je niet bekend zijn. Maar het is een heel eenvoudig vestje en je begint bovenaan en dan breid je naar beneden toe. En het handige van dit patroon is dat je het ook aan maten kunt aanpassen. Ik zelf heb bijvoorbeeld vrij smalle schouders. Nou, mijn borstomvang is al best wel flink. Maar vooral toen de buiken werden uitgedeeld, heb ik vooraan gestaan. Dus ik heb juist hier altijd meer ruimte nodig. Nou, en dan is het patroon zo dat je heel simpel zelf kunt bedenken dat je wat langer hier aan de zijkanten door blijft meerderen, zodat ik voor mezelf een mooie aanlijn krijg die wat wijd uitloopt, zodat het mijn buik ook een beetje bedekt, zeg maar. Dat het wat ruimer om mijn buik valt. En dan begin ik gewoon met het aantal steken voor de schouders. Dat klopt wel, alleen op een gegeven moment stop je met meerdere. En ik ga dan aan de zijkanten nog wat langer door met meerdere. Zodat ik een mooie A-lijn krijg. Nou, en zo kun je dus dat patroon eenvoudig naar je eigen mate aanpassen. Dus de Easy Poso Cardigan Sweater. Op Ravelry. Hij is gratis. En nou, ik heb ooit eens volgens mij heb ik ergens ook een tutorial van hoe je kunt zoeken op Ravelry. Dat is gewoon een website, dat kost niks. Je moet wel een account aanmaken, maar het kost verder niks. En daar kun je dus allerlei patronen vinden. En het voordeel is, je kunt zoeken op patroonnaam. He, zoals je dit, als je dit intikt bij de zoekterm, dan krijg je gewoon meteen het patroon. Je kan ook zoeken op ontwerper, maar ook op onderwerp. Als jij bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, pannenlappen wil haken, tik je in pannenlappen. En dan krijg je, ik weet niet hoeveel pannenlappen. Dan kun je dus ook filteren. Je kunt kiezen voor breien, haken of een andere techniek. Je kunt kiezen voor naalddikte of een bepaald soort garen. En zo kan je steeds je filter steeds verder verfijnen tot je vindt wat je gezocht hebt. En ja, het is gewoon, pas wel op, want het is net als bij Pinterest. Voor je het weet ben je uren op Ravelry aan het zoeken, aan het kijken. Want, en je kunt dus ook kiezen op gratis patronen. Dan filtert hij de betaalpatronen er alvast uit. Nou, en zo kun je dus steeds je zoektip steeds meer verfijnen. En ja, het is wat dat betreft een hele fijne website om dingen te vinden. Dus, dat even, dat was mijn tip van de week. Nou, ik heb deze breisteek. Dat is ook een leuke, daar ga ik ook een keer wat mee doen. Ik heb daar al eens een sjaal van gebreid. Je krijgt een Azure patroon zonder dat je Azure breidt namelijk. Dat is hartstikke leuk. En het is heel eenvoudig. Dus dat wordt ook een keer een tutorial. Daarom zit hij in deze map. En ik vlooi hem even door. Dit is ook een deze heb ik ook van Ravelry. En ik weet het niet helemaal zeker. Volgens mij was die gratis. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. De Pioneer Gloves. Ik heb er al verschillende gebreid. Ook voor Jasper, die vindt ze heel fijn. Van die mouwloze handschoenen. Ja hoor, van die vingloze handschoenen. Of mittens in het Engels. En wat ik zo mooi vind aan deze, want het is helemaal in boord. Waardoor het eigenlijk altijd past. Dat is een ding. En je kunt de lengte van de pols kan je langer maken. Naar eigen inzicht. Het duim en het handstuk kan je ook langer maken als je dat wil. Dus dat is aanpasbaar aan je maten. Maar doordat het helemaal boord is, past het in de breedte eigenlijk altijd wel. En wat ik zo mooi vind aan dit patroon is dat je die mooie die lijn zo over de muis van je hand hebt. Ik vind dat er zo mooi uitzien. Die is ook een prachtige lijn. Je breidt dus de andere in spiegelbeeld. Wordt helemaal stap voor stap uitgelegd hoe je dat doet. Het is een ja, je moet een beetje opletten, maar als je exact doet wat er staat, dan kom je er makkelijk uit. Het is goed beschreven. Elke stap is beschreven. Dus het is wel in het Engels, dus je moet wel de Engelse
taal een beetje beheersen. Of in ieder geval de Engelse breitermen. Maar als je dus precies doet wat er staat, dan kom je daar wel uit. Het is goed beschreven. En ik gebruik dit patroontje vaak. Vandaar dat ik hem in deze map heb zitten. Want ik wil ook voor mezelf nog een paar maken. Ik heb er al verschillende paren gebreid. Van zelfgesponnen wol. Hartstikke leuk. Maar ik heb strengetje sokkenwol liggen. Ja, ze noemen dat zebragaar. Dat heeft geen barst met zebra's te maken. Maar het is wit met hier en daar stukjes zwart-wit gemeleerd. En dat is rood geverfd. Hartstikke leuk garen. En daar wil ik voor mezelf een paar van deze Pioneer Gloves van maken. Te vinden op Ravelry ook. Deze. Oh. Ik haal hem er even uit, want dan kan ik even. Oh, hier staan alleen maar de materialen genoemd. Patroon staat er niet, staat op het volgende blad. Komt ook van Ravelry, ook gratis. Treppenviertelkool. Het is een kool met, ja, ook in boordsteek, die door de manier van afwisselen van rechte en averechte steken, krijg je die hoeken erin. En ik vond dat zo leuk. En zo ziet het er dan uit als je hem draagt. Het is met een klein puntje. Het is eigenlijk een soort dikkie. En die wil ik altijd nog eens maken. Ik heb zoveel sokkenwol. Het is van één bol sokkenwol. Nou, ik heb zat sokkenwol liggen. Dus deze wil ik een keertje maken. Want ik vind hem zo leuk. Gewoon, ja, die hoek erin vind ik zo leuk. Dus die wil ik een keer maken. Deze komt ook van Ravelry. En hij is in het Engels en in het Duits. Als je de breitermen in het Engels of Duits kent, dan moet je eruit kunnen komen, want het staat echt in een schemaatje. Elke toer staat apart beschreven. Dus een heel duidelijk patroon. Ik heb hem nog niet gemaakt. Dan een vintage patroontje, wat ik altijd nog eens wil maken. Met, ja, het ziet er heel raar uit, maar een soort, het zijn ook een soort sloffen. Dit was een pakketje. Waarom heb ik dit bewaard? Weet ik niet. Dit heb ik al eens laten zien, hoe je dit breidt. Nee, daar heb ik getipt. Maar ik gebruik dit dus voor tashengsels. En toen heb ik ook verwezen naar dit patroon. Ook van Ravelry en ook gratis. Ja, dat was hem. Dus, de cardigan, mocht je dat vestje willen breien, Ravelry, Easy Posy, nou ja, ik heb het goed in beeld gehad. Ja, dan het laatste onderdeel van elke aflevering is aankondigen wat er de komende week nog meer te doen is op mijn kanaal. Maar, we hebben nog een spannend moment, namelijk de trekking van de giveaway van dat mooie garen, wat ik vorige week heb laten zien. Mooi pakket, genoeg om het patroon wat erbij zit te breien voor een trui, tot maat 48 zelfs. Het patroon zit er ook bij, maar je kan er natuurlijk ook wat anders mee doen, hè, uiteraard. En die trekking, die gaan jullie nu zien. Nou, daar komt hij dan, de random comment picker voor de giveaway van het prachtige garenpakket. Ik heb hem inmiddels hem voor me. Het is tegenwoordig een half beeld, want de rest is reclame van wat je allemaal kan doen als je die comment picker zou kopen. Dat doen we natuurlijk niet. We zijn Hollander, dus we doen dat gratis. Ik heb de videolink heb ik er al ingezet. En de dubbele gebruikers eruit gefilterd. Dan maakt iedereen evenveel kans. Er komt één winnaar. En ik moet even een sommetje oplossen. 4 plus 4. Even kijken hoor. Of ik nog in beeld ben. Zo. En nou gaan we krijgen YouTube reacties. En dan gaan we dus even kijken. Aantal unieke reacties is 47. Ik moet weer een sommetje oplossen. 5 plus 3. Ze zijn niet zo creatief. Dat is weer 8.
Even kijken hoor. Zo. Nog een keer en dan moet ik een knop vinden. Oh, hier, begin. Oh. Nou komt hij wel links. Ik moet altijd zoeken naar die knop. Zo vaak doe je het ook niet. Daar gaat hij dan. Sonja Sijbesma. Nou, leuk, want er staat van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal. Wat leuk allemaal weer. Ik doe graag mee met de giveaway. Ziet er mooi uit dat garen. Ja, je hebt echt, het is heel mooi spul. Nou, Sonja, van harte gefeliciteerd. Als jij me nou eventjes ofwel op Messenger een berichtje stuurt of je mailt even draadjelosjoke@gmail.com met je adresgegevens, dan komt het pakket zo snel mogelijk naar je toe. Nogmaals, Sonja Sijbesma of Sijbesma, ik weet niet hoe ik het uit moet spreken, maar van harte gefeliciteerd met het winnen van het leuke pakket. Dat was hem dan. Ja, en dan nu het laatste stukje. Nou, nogmaals, gefeliciteerd Sonja. Hartstikke leuk. Laat even je weten waar je woont. Dan komt het zo snel mogelijk naar je toe. Dan rest me alleen nog aan te kondigen wat er de komende week nog meer op mijn kanaal te zien is. Aanstaande dinsdag 3 december. Ik weet niet zeker of ik het goed uitspreek. Lumbra Work. Dat is een Ierse techniek. Vrij oude, traditionele Ierse techniek. Van met een tapijtnaald met lontwol op stramien lussen maken. Dat ga ik uitproberen. En ik zet daar de camera op. Misschien mislukt het wel, dat weet ik niet, want ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik ga het uitproberen en ik ga jullie daarin meenemen. En misschien inspireert het jou ook wel, dat hoop ik. Donderdag 5 december, op Sinterklaasdag, de ster die ik net liet zien. Tutorial van hoe je zo'n ster knoopt, macramé knoopwerk. En als alles gaat zoals het gaan moet, zaterdag 7 december, draadje door de week, aflevering 144. Nou, ik wens jullie nog een hele fijne avond verder. Bedankt voor het kijken weer en misschien tot de volgende keer. Oh ja, vergeet het duimpje niet, hè. Maakt me heel blij. Doeg!